Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. Ik sta hier met twee dames en ik kan u zeggen, deze dames hebben drive en ze hebben hart voor de zaak waarvoor ze gaan. En u gaat straks horen waarvoor ze gaan. Ik ga vandaag praten met Natasja Veeninga. Zij is assistentcoördinator van de Stichting Alzheimer. En Christine Lukham, zij is voorzitter van de Stichting Alzheimer. Welkom dames. Laten we bij de voorzitter beginnen. De Stichting Alzheimer, wat doet die stichting? De Stichting Alzheimer die is een paar jaar geleden officieel opgericht. Met de bedoeling om eigenlijk alles dat te maken heeft met dementie. Alzheimer is daar een vorm van. Dus alles dat te maken heeft met dementie te ondersteunen. De mensen die het hebben, de mensen die voor hun zorgen. Maar ook de overheid als ze daar hulp bij nodig hebben. Erop toe te zien dat de wet en regelgeving gaat veranderen. Ter ondersteuning en de mensen gewoon beschermd worden om nu een menswaardig bestaan te hebben. Ondanks het feit dat ze dus een hersenziekte hebben. En u zegt Alzheimer is er een vorm van. Wat is Alzheimer? Nou, dementie is eigenlijk gewoon een algemene term. Met dementie bedoelen we gewoon dat de functies van de hersenen uitvallen. Zodanig erg dat de omgeving het merkt. En daar zijn er meer dan 50 verschillende ziektebeelden ondergebracht. Alzheimer is daar de meest bekende en de meest voorkomende. Dus heel vaak weet men niet van wat is Alzheimer en wat is dementie. Nou, Alzheimer is een vorm van dementie. Dat is dan duidelijk. En mevrouw Veeninga, u gaat u bezighouden met een eigenlijk interessante activiteit. In een ander geval zouden we zeggen leuk, maar in dit geval is het interessant dat er een fakkelloop gehouden zal worden. Dat klopt. We gaan een fakkelloop organiseren. En we gaan hem organiseren op dinsdag 3 september. En het idee van de fakkelloop is eigenlijk, we willen het licht zijn voor de mensen die in de duisternis zijn beland. Geconfronteerd worden met dementie is zowel voor de persoon die dementie heeft, als voor de omgeving een nogal grote... Het gaat echt wel een plaats hebben in het geheel. En wij willen awareness daarvoor creëren. En om awareness te creëren gaan we dus die fakkelloop organiseren. U zegt daarmee, mensen die deze ziekte hebben, die zijn eigenlijk echt, weten ze het, beseffen ze het wel dat ze het hebben? In sommige gevallen beseffen ze het wel, maar je hebt ook situaties waarbij ze het niet willen toegeven dat ze Alzheimer's hebben. En ik zal nemen aan dat er ook gevallen zijn dat ze niet bewust zijn dat ze Alzheimer hebben. Ja. Maar daar kan dan weer meer. Nou, bij dementie dan zeggen we, kijk, als iemand suikerziekte heeft, dan heeft hij het wel of heeft hij het niet. Dementie is in principe ook zo, maar het gaat in fases. En waar in het begin dat ze misschien alleen vergeetachtig zijn of de laspasie, dan op een gegeven moment wordt het steeds erger en erger en erger. Dus mensen in een beginfase van dementie, die kunnen heel goed beseffen van dingen gaan fout. Die komen dus ook hulp zoeken. Maar op een gegeven moment, als ze zoveel verder zijn, dan snappen ze het ook niet. Ze snappen wel dat je vervelend tegen ze doet, of dat ze geschreeuwd worden of ze worden opgesloten. Maar waarom en wat het precies is dat ze fout hebben gedaan en dat ze een ziekte hebben, dat snappen ze dus eigenlijk niet. En dan zeggen we dat ze in een soort donker terechtkomen. En de familie die dan voor hun moet zorgen, die zijn allemaal dan in het donker. Want ze weten niet waar ze aan toe zijn. Ze snappen niet wat er allemaal gebeurt. En ze voelen zich heel vaak aan hun lot overgelaten. Dus ook een onderdeel waarom we eigenlijk per se een fakkelloop. Van dat we ze het licht, met ons licht duidelijk willen maken, they're not alone. Er zijn mensen waar je kan komen praten. Er zijn mensen die het kunnen uitzoeken. Er zijn mensen die kunnen ondersteunen. Vandaar het. Want we moeten weten dat mevrouw Lukham in het dagelijks leven ook klinisch geriater is. Daarover gaan we straks praten. Maar we blijven dus nu even nog op de fakkelloop. Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaan mensen gewoon lekker lopen met fakkels? Het is een loop van 5 kilometer, net als een gewone wandelloop. Maar wat het uniek maakt is het licht dat we bij ons gaan dragen. Want we hebben geprobeerd om
op verschillende niveaus licht te hebben. Dus alle deelnemers zullen verschillende manieren van licht hebben die ze met zich gaan dragen. Zodat als je dan op een gegeven moment de fakkelloop voorbij ziet gaan, ga je het licht eigenlijk alleen zijn. Wij zijn het licht voor degenen die in het duisternis zijn. En wie mag eraan meedoen? Iedereen mag eraan meedoen. Er is gelegenheid om in te schrijven. Men kan zich inschrijven bij de polygeriatrie in het academisch ziekenhuis. Maar men kan zich ook inschrijven bij de stichting zelf. En dat is aan de Monestraat nummer 35. Zijn er kosten aan verbonden? Ja, er zijn kosten aan verbonden en de kosten bedragen 20 SRD. Nou, dat lijkt me wel spannend, zo'n fakkelloop. Gaan er ook mensen die dementeren aan meedoen, denkt u? Ja, maar dat is niet de bedoeling dat we ze hun eruit lichten of dat we een speciale plek geven. In principe, zoals Natasja zei, mag iedereen meedoen. We moeten wel die 5 kilometer kunnen lopen. We proberen andere dingen te regelen om te kijken dat ouderen die graag mee willen doen, dat zij ook hun bijdrage kunnen leveren. Maar dat is nog niet helemaal in kannen en kruiken. Voornamelijk vanwege financiële zaken, maar in principe iedereen die kan lopen, die 5 kilometer met ons kan lopen, die zijn van harte welkom. En het wordt dus in de vooravond, we gaan tegen 6:30, ik weet niet precies. De inloop is vanaf 6:00, dus mocht je niet eerder gelegenheid ook hebben gehad om te registreren, dan kan je dat moment nog registreren. De loop die start om 7:00 en het is 5 kilometer. We doen hem ook elk jaar in een ander gebied. Het is niet dat we de loop steeds op dezelfde plaats, in dezelfde buurt houden. En dit keer is gekozen voor het gebied Zorg en Hoop. We starten bij de Bethlehemkerk aan de Franciapanenstraat. Dus dat gebied wordt ook verlicht op die dag, op die avond? Wordt verlicht op die avond, ja, dat klopt. Maar er is ook een slogan? Ja, de slogan van dit jaar is Let's talk about dementia en de stigma. Laten we beginnen te praten hierover. Verberg het niet meer. Praat erover. En op die manier, je zal anderen ontmoeten die ook met dezelfde situatie zijn geconfronteerd. En die je kunnen helpen en het de weg verder te vinden. Nou, dan gaan we naar de klinisch geriater. Wat doet een klinisch geriater? Oké, een klinisch geriater is dus een medisch specialist die in het ziekenhuis werkt en die eigenlijk gespecialiseerd is in ouderen. Ouderen, nou hangt er vanaf hoe je je voelt als je jezelf ouderen noemt, maar voor de duidelijkheid hebben we gezegd mensen die 60 jaar en ouder zijn. Dus eigenlijk alle klachten die zij kunnen hebben, daar kunnen ze dus terecht bij een klinisch geriater. En vaak gaat het om complexe dingen, om een beetje moeilijke dingen. Dus niet suikerziekte alleen, maar weet je, als je suikerziekte hebt en vergeetachtigheid, hoe ga je medicijnen goed innemen? Weet je, en hoe moet de familie daarmee omgaan? Dus vaak om complexe aandoeningen, maar eigenlijk mensen die 60 jaar en ouder zijn. Maar is dementie te verhelpen? Genezen mensen daarvan? Nee, mensen, we kunnen helaas dementie niet genezen, maar we kunnen het wel behandelen. Zo heb je bijvoorbeeld ook dingen als suikerziekte of hoge bloeddruk. Dat kunnen we ook niet genezen, maar we kunnen het wel behandelen. En wat we altijd zeggen is niet iedereen krijgt suikerziekte, niet iedereen krijgt hoge bloeddruk. Maar we worden wel allemaal oud. We moeten dus wel erop letten dat we gezond ouder worden. En wanneer we het hebben over gezond ouder worden, hebben we dus niet alleen over lichamelijk gezond ouder worden, maar ook mentaal gezond ouder worden. En als dat niet gebeurt, dan heb je dus de mensen die het risico lopen om het ontwikkelen van dementie. En zoals ik al zei, er zijn verschillende vormen. En Alzheimer als meest voorkomende vorm kan je dus eigenlijk bijna tot 40% of de kans met 40% verkleinen dat je dat ontwikkelt. Dus er is heel veel te doen. Het is echt een kwestie van you need to fight back. Het is niet van laat het je niet gebeuren, laat het je niet overkomen, doe iets daaraan. Nou, de slogan zegt let's talk about it. Maar dan komt er een fakkelloop en wat gebeurt er daarna? De fakkelloop is stap 1. Bewust maken. Veel mensen kennen bijvoorbeeld de term dementie niet. Ze hebben het komt voor in de familie, een vader, een moeder. Ze kennen het niet. We moeten eerst de mensen bewust maken dat dementie er is.
wat dementie inhoudt. En vanaf dan gaan we verder kijken, wat kunnen we doen. Want het is nog een beetje in Suriname nog niet echt bekend. En pas als de bekendheid er is, dan kunnen we de volgende stappen nemen. Vanuit de stichting hebben we dus meerdere activiteiten. Want waarom nu? Waarom in de vakantieperiode? Jullie hebben speciaal voor de vakantieperiode. Dus ik denk, mensen zullen denken van, waarom doen jullie niet op een ander moment? September is Wereld Alzheimer Maand. En voor de stichting is dus de vakkenloop een soort start zijn voor de Wereld Alzheimer Maand. En 21 september is Wereld Alzheimer Dag. En de stichting, de vakkenloop is zeg maar van de stichting alleen. Maar we gaan ook samen met bijvoorbeeld de PAHO van Suriname, maar dus ook de hele PAHO-organisatie, wordt er een campagne gevoerd in de maand september. Ook met het doel awareness van dementie te vergroten. En we zijn bezig om een stakeholders meeting in oktober, waarbij alle stakeholders, alle mensen die betrokken zijn, van patiënten tot hun verzorgers, maar ook mensen vanuit de financiële wereld, de juridische zaken, bij elkaar te brengen om te kijken van waar loopt men tegenaan en wat zijn onze mogelijkheden. Weet je, als wij weten dat bijvoorbeeld mensen die aan dementie lijden, dat er heel vaak misbruik van ze wordt gemaakt en dat ze dingen tekenen zonder dat ze het weten. Hoe kunnen we hen beschermen? Want het kan niet zo zijn dat omdat je een ziekte hebt, dat je plotseling alles kwijtraakt. Dus dat soort gesprekken gaan we dan in oktober hebben met een grotere groep. Dus de vakkenloop is eigenlijk meer om de awareness, dat men beseft dat de ziekte er is, maar dat men ook beseft dat we moeten nou echt een signaal afgeven. We moeten een signaal afgeven naar de overheid, naar andere instanties van dementie is een ziekte en die heeft nu echt aandacht nodig. Dus daarom, dat is ook een van de redenen dat we mensen willen oproepen om mee te doen aan vakloop, sowieso voor onze organisatie, maar eigenlijk meer om naar buiten toe het signaal duidelijk van we gaan niet zomaar weg en we gaan ons niet laten wegstoppen. We gaan ons niet laten vastketen en in een kamer laten opsluiten. Nee, ook al zijn de mensen die dementie hebben, ze hebben recht op. En daarvoor gaan we vechten. Als u dat aanhaalt, dan geeft u aan dat gebeurt in de praktijk. Dat gebeurt in de praktijk. Het gebeurt er en dat zijn ze worden vastgeketen. Ja, je moet maar googlen op YouTube en vindt u dat verhalen in Suriname waar mensen zijn vastgeketen. En dat kan niet. Dat is niet meer van deze tijd en dat is gewoon, dat kan gewoon niet. Maar zijn er al veel registraties voor de vakkenloop? Matig, want Surinamers wachten op het laatste moment. Dus alsjeblieft wachten jullie niet op het laatste moment. Roept u zo op? Mensen, volgende week dinsdag, 3 september, komen jullie allemaal massaal naar de Bethlehemkerk aan de Franschepanenstraat. De inloop is vanaf 6 uur. De loop start om 7 uur. We gaan 5 kilometer lopen. Zo tegen 8:30 moeten we klaar zijn. Kom ons massaal ondersteunen die dag. De kosten voor de registratie bedragen slechts 20 SRD. Dinsdag 3 september, 6 uur. Mooi. En tot slot, hoe gaat het met de stichting? Het gaat. Het is niet iets dat makkelijk is. We weten dat dingen als borstkanker en dat soort, die spreken heel vaak aan. En dat gaat meestal als een lopend vuurtje. Terwijl dingen van ouderen en zeker dingen die te maken hebben met dementie, dat mensen het gevoel vaak hebben dat het ver van hun bed is. Dus dat is een moeilijkere strijd die we aan het strijden zijn. Maar als ik naga, toen ik 6 jaar geleden afstudeerde, toen moest ik nog steeds 10 keer per dag uitleggen wat dementie is. Zijn er nou veel meer mensen die het weten. Dus vanuit ons werk, vanuit de poli, maar ook vanuit de stichting. Dus het gaat. We zijn op weg. Toch ben ik benieuwd. Waarom heeft u voor deze richting gekozen? Eigenlijk wil ik bijna zeggen, deze richting heeft voor mij gekozen. Oh. Want vroeger had ik zoiets van, je kan ze toch niet helpen. Waarom moet ik naar oude mensen kijken? Ze ruiken niet altijd lekker. Ze luisteren niet, ze zijn koppig.
Maar ik had ook nooit met ze te maken. En toen ik gedwongen was vanuit het werk wel met ze te maken. Toen ik in ieder geval naar ze moest kijken en moest behandelen en ik niet weg kon lopen. Toen ging voor mij inderdaad een wereld open. Dat je ze wel kan helpen en dat het niet is zoals iedereen denkt. Dat oude mensen lastig zijn. Absoluut niet. Het is geweldig om met ze te werken. Dus. En dat horen we van de klinisch geriater. En ik zei u aan het begin, deze dames hebben hart voor de zaak waarmee ze bezig zijn. U heeft het gehoord. Ze zijn bezig met een vakkenloop die op 3 september gehouden zal worden. En het is om de ziekte, dementie, bespreekbaar te maken. We moeten het niet meer wegstoppen. Ook de mensen die aan deze ziekte lijden, moeten niet meer weggestopt worden. Maar ze moeten eigenlijk behandeld worden. We have to take care of them. Heel veel succes, dames. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het einde van dit eerste gedeelte van In Gesprek Met. Waar ik heb gesproken met de dames Veninga en Lukham over de vakkenloop die op 3 september gehouden zal worden. En over de ziekte dementie. Ik ben in elk geval veel meer te weten gekomen. Ik denk u ook. Gaat u nu weg. Ik ben er zo met een ander onderwerp.